Risotto notenpasteitjes met paddenstoelen. Breng 700 ml water met 1 bospaddenstoelen bouillontablet aan de kook. Snipper een ui. Veeg indien nodig 150 gram paddenstoelen schoon met keukenpapier en snijd in stukken. Verhit 25 gram boter in een pan met dikke bodem. En fruit de ui 3 minuten. Voeg 200 gram risotto rijst toe. En bak 2 minuten. Voeg de hete bouillon in delen toe. En kook de rijst al roerend op middelhoog vuur in ongeveer 20 minuten beetgaar. Voeg pas nieuwe bouillon toe als de vorige bouillon helemaal is opgenomen door de rijst. Voeg na 10 minuten de paddenstoelen toe. Draai het vuur uit als de risotto gaar is. Rasp ondertussen 150 gram Parmezaanse kaas. Verwarm de oven voor op 200 graden. Hak 75 gram notenmix grof. Meng de helft van de kaas, 100 gram zuivelspread, de grof gehakte noten en 25 gram boter door de risotto. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Knip uit een vel bakpapier 8 rondjes ter grootte van de bodem van een muffinholte en leg in de muffinvorm. Verdeel 75 gram notenmix over de holtes. Strooi de rest van de geraspte kaas erover en schep de risotto erop. Dek de vorm losjes af met aluminiumfolie. Bak ongeveer 20 minuten in het midden van de oven. Snijd de pasteitjes aan de zijkanten los van de muffinvorm. Zet een plank op de vorm en keer om zodat de pasteitjes eruit komen. Verdeel over een schaal of over 4 borden. Serveer met 100 gram pesto spread. Zo maak je risotto notenpasteitjes met paddenstoelen.